Ik sta hier bij een eeuwenoude meidoorn die onderdeel uitmaakt van een oude maasheg. Een gevlochten maasheg, kun je ook zien. Er staan nog arelskelken onder. Hoeveel kilometers van die heggen, duizenden niet, zijn er gerooid in ruilverkavelingen bij bouwplannen en ontgrondingen. En ook deze heg zou zijn gerooid. Waar het niet dat we met de projectmanager van dit project wat hier uitgevoerd wordt langs de Maas hebben afgesproken dat de hele heg verhuisd wordt naar een nieuwe locatie. En dat is geen sinecure, want je moet twee chauffeurs hebben van shovels die dat op een manier doen zo subtiel mogelijk. We gaan dat nou bekijken en dan zul je ook zien, het zijn een soort enorme dinosaurus eigenlijk, die graafkranen. Maar heel liefdevol, ondanks die lompigheid, wordt dat ding dan meegenomen, opgepakt en 300 meter verderop weer in de grond gestoken. Een unicum, maar misschien in de toekomst wel vaker. We gaan niet meer rooien, we verplaatsen desnoods. Ja, normaal denk je lomp volk met die grote shovels en kranen, maar deze zijn ontzettend subtiel. Moet ook wel, want zo'n heg verplaatsen met de oude vlechtsporen en al is geen sinecure. Nou is het tussen twee hoogwaters in. Er komt nu een hoogwater aan en er was een hoogwater een paar weken terug, dus het is hier verzadigd van het water. Er worden dus rijplaten iedere keer een stukje verlegd en dan wordt er weer 3 meter heg losgezaagd, uitgespit en meegenomen. Ja, hij is er nou bezig om te kijken wat hij moet doorzagen, zodat het losgeweken kan worden, zeg maar, van de hele heg. En dan uiteindelijk gaat het naar die andere plek en dan wordt het weer keurig in de grond gezet en aangeduwd. De subtiliteit, daar moet je straks maar eens op letten. En de samenwerking tussen die twee kraanmachinisten. Meter vandaar naar hier gebracht en weer even subtiel door die kerels weer in de grond gezet. Dit hele gebied was vroeger maasheggebied, net als bij Vielingsbeek en noordelijke daarvan. En die heggen die stonden hier, maar alleen de bomen die in de heggen stonden, die herinneren er nog aan, want die zijn voor een belangrijk deel blijven staan. De heggen zijn allemaal in de ruilverkaveling in de jaren 60 en 70 gerooid. Ze gingen er prat op dat er 38 kilometer heggen per saldo was verdwenen. En nou, ironisch genoeg, door zo'n nieuwe grote ingreep worden de laatste hegrestanten door de speling van het lot bij elkaar gebracht. Want hier is onze verhuisde heg vorm aan het krijgen. En hier staat nog een oude vlechtheg met hele mooie oude essen erin. En verderop om de bocht heb je ze aan twee kanten van deze weg. En zo ontstaat een piepklein ensemble als bleek afschildering van wat het Maasheggebied hier ooit te bieden had.